Dus bankgeld is heel cruciaal geworden. En daarom zijn we ook zo afhankelijk van die banken. Dus als die banken dreigen om te vallen, dan moet er eigenlijk al worden ingrepen. Omdat anders de essentie van een economie, of de basis, gewoon een functionerend betaalstelsel, functionerend geld onderuit gaat. Elke keer als er een probleem is in de bankaire sector of de schaduwbankaire sector, dan stappen overheden en centrale banken in, waardoor dus bestaande vermogens in stand worden gehouden. En dus niet mensen, als het instort, krijgen andere mensen weer de kans. Zo zou het moeten werken, denk ik, in de markteconomie, maar dat gebeurt in het bankaire gedeelte niet. Dat de centrale banken nu dit zijn gaan ontwikkelen. Dus de Central Bank Digital Currencies. En dat is op zich, denk ik, best inderdaad twijfelachtig of zij de juiste partij zijn om dit op te zetten, om dit te ontwikkelen. Beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold. Vandaag ga ik in gesprek met Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Hij heeft samen met cartograaf Carlijn Kingma en onderzoeksjournalist Thomas Bolle gewerkt aan het project Het Waterwerk van ons Geld. Martijn, welkom. Dankjewel, leuk er te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Ja, wat ik zeg, je hebt dus aan een project gewerkt waar je eigenlijk het geldsysteem helemaal in kaart hebt gebracht met water als metafoor. En dat heeft Carlijn Kingma dan eigenlijk helemaal mooi getekend en eigenlijk een soort kunstwerk van gemaakt. Kan je wat toelichten wat jullie precies gedaan hebben? Nou, wat we hebben gedaan, we hebben geprobeerd de financiële wereld, de wereld van het geld, toegankelijk te maken voor een breed publiek. En Carlijn is cartograaf en die schreef mij en Thomas Bolle, de onderzoeksjournalist. Zo'n 3 jaar geleden stuurde ze ons een e-mail met de vraag of wij met haar het geldstelsel in kaart wilden brengen. En toen zijn we dat met elkaar gaan doen. Toen hebben we eerst met elkaar onderzoek gedaan. Vooral Carlijn boeken gelezen, artikelen gelezen. Hebben mensen geïnterviewd, zijn we schetsen gaan maken. Dat heeft dus uiteindelijk geleid tot een hele gedetailleerde kaart van het geldstelsel. Waar dus alle belangrijke instituten in staan, maar ook alle belangrijke geldstromen. En instituten moet je denken aan centrale banken, commerciële banken, grote bedrijven, de politiek, belastingstelsel, pensioenfondsen. En dan de verbindingen. Dus we hebben de metafoor van geld is water gebruikt om het ook toegankelijker te maken. Omdat de taal van economen en bankiers best wel complex is. En door die metafoor te gebruiken, we hebben het dus over kanalen en reservoirs met water, over geldpompen, infusen. Dus wij gebruiken die metafoor om het toegankelijk te maken. En in eerste instantie hebben we dus het huidige stelsel in kaart gebracht. En daar hebben we ook een kritiek gegeven. Dus dat in dat stelsel een aantal mechanismen zitten die bijdragen aan ongelijkheid. En het tweede deel van het project bestond uit het in kaart brengen van 3 toekomstscenario's. Om dus het denken over alternatieve geldstelsels aan te moedigen. Was dat dan ook al de invalshoek van het begin? Dat er een ongelijkheid is door het geldsysteem? Nou, er zijn natuurlijk, als je in de literatuur kijkt, worden er vrij veel problemen met het geldstelsel gerelateerd. Kijk, een bekende zijn natuurlijk financiële instabiliteit, financiële systeemcrisis, inflatie en deflatie. Maar ook als je kijkt naar duurzame ontwikkeling, dus gebrek financiering van duurzame projecten. Maar ongelijkheid is er ook wel eentje waar best wel veel literatuur over is, maar relatief weinig aandacht. Dus hebben we met elkaar bediscussieerd. We kunnen ook niet alles verbeelden. En toen hebben we dus gekozen om die ongelijkheid centraal te zetten. En daar het gesprek over te voeren met al die partijen in het stelsel. Ja, en is dat dan ook een ongelijkheid van kansen van de mensen? Of is het meer de uitkomst die ongelijkheid oproept? Nou ja, dus ik denk beide dus. Maar ook de ongelijkheid van kansen. Bijvoorbeeld eentje die er is. We hebben de toegang tot liquiditeit genoemd. Dus als je al veel bezit, dan kun je heel goedkoop lenen. Heb je niks, dan kun je eigenlijk niet aan de lening komen. Of aan nieuw geld komen. En dat is natuurlijk, als je vanuit ongelijkheid kijkt, ja, dat vergroot ongelijkheid. En zo zitten dus verschillende mechanismen in het stelsel. Omdat we het dus zo hebben ingericht, ja, blijft eigenlijk die ongelijkheid in stand, of wordt die ongelijkheid eigenlijk steeds groter? Ja, dus dat is, ja, je zou natuurlijk zeggen dat als je geld hebt, dat het altijd al een voordeel oplevert, natuurlijk. Maar dat wordt nog eens versterkt, moet ik dat zo zien? Nee, precies, het wordt versterkt. Dus zeker als je naar bank kijkt, dus binnen het huidige stelsel komt vrijwel al het geld komt in omloop op het moment dat commerciële banken leningen verstrekken. Dus commerciële banken zijn geldscheppende instellingen. Nou, er is de afgelopen 15 jaar best veel debat gevoerd over die rol van de banken. Nou, velen zeggen inmiddels dat banken een publieke rol hebben. Nou, ja, als je dan naar die publieke rol kijkt, dan is het natuurlijk, dan kun je vraagtekens erbij zetten of zij inderdaad altijd
rijke mensen meer moeten lenen en aan de onderkant als je niks hebt geen lening moeten verstrekken. Dus daarmee vergroot ze maatschappelijke ongelijkheid en of dat wenselijk is voor banken. En niet alle banken doen, dit zijn we ook achtergekomen in dit project, dat is ook wel interessant. Dat sommige banken zeggen inderdaad, als je al een miljoen hebt, nou ja, dan gaan wij jou geen lening meer geven. En andere banken, ja, die zijn er blij mee, want dan heb je al onderpand, heb je zekerheid, is het een veilige lening en die doen het dus wel. En zo zitten, zij hebben in dat stelsel de 6 mechanismen, er zijn nog wel meer, maar we hebben er eigenlijk al het 6 besproken, gepresenteerd, om ons daarop te focussen. Ja, want je zegt het net, het scheppen van geld. Ik las dat 90% van elke euro die geschept wordt, dat is eigenlijk een schuld. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. Hoe werkt dat precies? Nou ja, het meeste geld wat wij gebruiken, dus al het geld op onze bankrekeningen, is bankgeld. En dat, al dat geld is door banken zelf gecreëerd. En hoe gaat dat? Nou ja, op het moment dat ik een lening aanvraag bij een bank, bijvoorbeeld een hypotheek, dan gaat de bank kijken wat mijn inkomen is, of ik inderdaad al onderpand heb, hoe ze zelf de toekomst inschatten. En op dat moment, dat zij positief zijn, ondertekenen wij beide contract. Dat heet in Nederlands wederzijds schuldaanvaarding. Dus ik ga een schuld met de bank en de bank gaat de schuld met mij. En op dat moment moet je dus eigenlijk boekhouden goed begrijpen wat de bank doet. Aan de ene kant van de balans zet de bank de hypotheek. En aan de andere kant van de balans zet de bank nieuw geld. En zeg maar, mijn schuld aan de bank is het terugbetalen van de hypotheek. En de verplichting van de bank aan mij is dat ik de bank kan vragen om jouw huis te kopen. Dus om die 3 ton over te schrijven naar Robert. Ja. En dan is het dus nieuw geld in omloop gekomen. En we zien dus dat de afgelopen decennia is vooral dat bankgeld enorm toegenomen. Dus die bankaire geldschepping, ja, die is steeds belangrijker geworden. Dus we hebben steeds meer digitaal geld en dat is bankgeld. Daarmee zijn we steeds afhankelijker geworden van die private banken. En bijvoorbeeld de WRR in Nederland in 2019 heeft gezegd dat er eigenlijk dus weinig remmen zitten tegenwoordig op de groei van geld en schuld. Dus die bankaire geldschepping, ja, die is eigenlijk een leven op zichzelf gaan leiden. Ja, en de banken hebben daarmee ook eigenlijk de macht om te zeggen, te bepalen waar het geld naartoe gaat in de economie. Nou, het nieuwe geld. Dus het bestaande geld is natuurlijk het nieuwe geld. Dus zij hebben inderdaad de geldkraan, zoals wij het in het waterwerkproject noemen. Dus zij beheren de geldkraan. Dus zij bepalen wie onder welke condities nieuw geld krijgt. Ja. Ja, dat is interessant. Want er is natuurlijk heel veel geld beschikbaar gekomen doordat de rentes steeds meer verlaagd zijn. Ik heb het al een keer gezegd, correct me if I'm wrong, dat is niet direct in de economie, is daar niet heel veel beter van gaan draaien de laatste 10, 15 jaar. Nee, je ziet denk ik 2 dingen. Het eerste, daar is heel veel onderzoek naar gedaan, dat vanaf 1980 zijn banken steeds meer kredieten gaan verlenen voor niet productieve activiteiten. Dus dat betekent hypotheken of leningen aan andere financiële instellingen, dus die dan gaan beleggen met dat geld, of mensen die bestaande huizen gaan kopen. Terwijl vroeger heel veel bankleningen gingen naar productieve bedrijven. Dus mensen die een fabriek gingen beginnen, een winkel gingen beginnen. Dus iets actiefs gingen doen in de economie. Maar tegenwoordig is dus heel veel van die bankaire geldschepping is gegaan naar aandelenmarkt of financiële markten en huizenmarkten. Dus dat is de commerciële kant van het bankwezen. Dan hebben ook centrale banken zijn geld gaan creëren. Nou, dat mechanisme benoemen we ook. Dus die monetaire instrumenten die de centrale bank gebruikt. Dus het normale conventionele instrument is de rentestand. Ja, die is de afgelopen 1,5 jaar weer verhoogd. Dus dat is wat ze normaal doen. Maar na de vorige crisis hebben ze die rente eerst verlaagd. Dat bleek onvoldoende te zijn. En toen zijn centrale banken ook zelf geld gaan creëren. Middels kwantitatieve verruiming. En dat betekent dat ze met nieuw geld bestaande financiële producten gaan opkopen. En ook daar zie je dus wie hebben die financiële producten. Ja, dat zijn vooral natuurlijk grote bedrijven en rijke investeringsfondsen. En soms ook particulieren. Maar die verkopen dus hun financiële activa aan de centrale bank. Krijgen dat geld. En de kans dat die mensen het dus gaan besteden in de reële economie is gewoon heel klein, want die hebben alles al. Dus wat zij vaak doen, zij gaan opnieuw beleggen. En daarom heb je ook gezien dat na de financiële crisis die aandelenbeurs en andere financiële markten naar de koortehoogte zijn gegaan. En nu zijn ze wel langzaam naar beneden aan het komen. Ja. Maar dat heeft veel te maken met gewoon geldschepping, hoe het geld in omloop is gebracht. Ja, dus dat is een van de grootste pijlers, hè, wat eruit is gekomen. Wat is er nog meer... wat hebben jullie nog meer gezien? Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik bedoel, dus zeg maar die geldcreatie, hè? Dat is iets met die waterstromen van het geld. Daar zijn jullie eigenlijk een soort van achtergekomen of daar leggen jullie de nadruk op. Is er nog iets waar we het over moeten hebben?
Nou ja, dus we hebben 6 van die mechanismen. Dus die eerste is die toegang tot liquiditeit. Het tweede is die monetaire instrumenten van de banken. De derde zijn die financiële crisis en dat banken altijd weer gered worden. Daarmee houd je eigenlijk ook bestaande vermogens in stand. Dus elke keer als er een probleem is in de bankaire sector of de schaduwbankaire sector, dan stappen overheden en centrale banken in, waardoor dus bestaande vermogens in stand worden gehouden. En dus niet mensen, als het instort, krijgen andere mensen weer de kans. Zo zou het moeten werken, denk ik, in de markteconomie, maar dat gebeurt in het bankaire gedeelte niet. Dus dat zijn de 3 die gaan over naar het bankaire financiële gedeelte. En dan hebben we er eentje die gaat over de reële economie, dus het aandeelhouderskapitalisme. Dat we echt hebben gezien dat dus een steeds groot gedeelte van de winsten gaan naar de aandeelhouders in plaats van naar de werknemers of naar andere partijen. Dus daar zie je dus ja, ook een mechanisme, omdat we langzaam maar zeker steeds meer aandeelhouderskapitalisme zijn gegaan. Dus het belang van die aandeelhouder staat voorop. Worden er veel winsten gemaakt, worden veel uitgekeerd aan dividenden. En daar profiteert een kleine groep van. Daar zijn alternatieven voor natuurlijk. Maar dit is een mechanisme, ja, dat aandeelhouderskapitalisme is de afgelopen 30 jaar steeds belangrijker geworden. Een vijfde, en dat is waar meestal als je over ongelijkheid praat, wijzen mensen naar het fiscale stelsel. Dus dan zeg je, je kunt de belastingen veranderen. Dus je kunt vermogen meer belasten, arbeid minder belasten. Dus dat mechanisme hebben we ook benoemd. En wat wij daarin ook benadrukken, dus dat is inderdaad een belangrijk mechanisme. Maar wat we ook zien, dat mensen in de top van de toren, dus de mensen met geld of de bedrijven met geld, die zijn ook veel beter in staat om het belastingstelsel te gebruiken om hun inkomsten en kosten te optimaliseren. Dus een gewone burger van een MKB-zaak in Nederland kan dat niet. Je moet gewoon in Nederland belasting betalen, maar een groot bedrijf of rijke particulieren hebben in verschillende landen maken ze gebruik van het belastingstelsel. Ze hebben ook het geld om goede advocaten, goede accountants in te huren, goede belastingadviseurs in te huren. En daardoor kunnen zij dus eigenlijk gebruik maken van het belastingstelsel om belasting te optimaliseren. En dat kunnen andere mensen niet. Dus dat is ook een mechanisme wat het versterkt, of in ieder geval niet vermindert. En de laatste die we hebben benoemd is toch de politieke vraag. Dus geeft de politiek nu eigenlijk wel voldoende richting aan dit systeem? En wie is hier nou eigenlijk verantwoordelijk voor? Dus we hebben dus met al die partijen die op die kaart staan gesproken. En je ziet heel erg dat het de neiging bestaat om naar elkaar te wijzen. Dus de banken zeggen, ja, wij doen gewoon wat binnen de wetten mag. Dus de politiek is aan zichzelf niets te veranderen. De politiek zegt, ja, die banken zijn zelf verantwoordelijk. Ze moeten zelf maar een beterslag maken. En wij denken dus eigenlijk als de stelling, ook om over te discussiëren, dat die politiek eigenlijk te weinig richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van het geldstelsel de afgelopen decennia. En dat de politiek daar dus meer in zou moeten doen. En dat betekent dus niet dat de politiek, dat het allemaal publiek moet worden, maar wel dat de politiek eigenlijk scherpere regels of systeemveranderingen moet doorvoeren om deze mechanismen te stoppen of te veranderen. Ja, want er zijn natuurlijk wel wat krachten die tegen elkaar inspelen. Want bijvoorbeeld, je hebt het over die aandeelhouders. Hè? Dus dat die te veel macht hebben, of dat de bedrijven alleen naar de aandeelhouders kijken. Dan zullen er heel veel mensen zeggen, ja, dat is een soort kapitalistisch iets wat helemaal fout is. Maar dus dat zal weer een tegengeluid zijn van, ja, maar er zijn zoveel regels. Dat zie je bijvoorbeeld met de banken. Dus is dat dan wel kapitalisme? Hoe zie je dat dan in de politiek? Want ik heb nu het idee dat veel mensen in de Tweede Kamer hier niet mee bezig zijn. Terwijl dit eigenlijk een van de belangrijkste zaken. Nee, daar zijn wij het ook mee eens. Dus wij hebben juist dit project ook zijn we gaan uitvoeren. Omdat we vaak in de politiek zijn dat ze op vrij kleine vraagstukken focussen, op de details. Dus bijvoorbeeld met banken of de kapitaalratio 7% of 8% moet zijn. Of 7,5% of 8%. En dat zijn details en daarmee zeggen we dus, ja, daarmee laten we de bestaande mechanismen eigenlijk in stand. We ondersteunen eigenlijk, we maken het bestaande stelsel iets stabieler, maar daarmee veranderen we eigenlijk het stelsel niet. En wat wij ook proberen te doen met die toekomstenaars, om dus echt andere stelsels te ontwikkelen en daarmee het debat op gang te krijgen, van gedachten te wisselen over hoe het nou echt anders ingericht kan worden. En alle systemen natuurlijk voor- en nadelen. Maar ik denk als je naar die alternatieven kijkt, dat wat je net zei, dat dat echt cruciaal is, dat. Dus als je gewoon kijkt vanuit principes van markteconomie. Want we hebben in Europese verdragen bijvoorbeeld vastgelegd dat we markteconomie willen hebben. Ik denk dat de meeste mensen ook zeggen, ja, eigenlijk moeten we wel markteconomie hebben. En dat we toch in vrij veel systemen of vrij veel sectoren zien dat het eigenlijk niet voldoet aan principes van markteconomie. En de bankaire sector is denk ik het beste voorbeeld. Dus kijk je naar Nederland, dan heb je 3 hele grote banken. Nou ja, dat is al een soort oligopolie. Dan worden ze ook nog door de staat gedekt. Dus ik ben ze gaan tellen en ik kom inmiddels tot 14 beschermingsmechanismen voor banken.
Dus die banken die hebben een uitzonderingspositie als je kijkt binnen de financiële instellingen. Dus alleen zij hebben toegang tot de centrale bank. Alleen zij krijgen rente op centrale bankreserves. Alleen zij kunnen participeren in het depositogarantstelsel. Ze hoeven geen prospectus te publiceren. Nou ja, zo zijn er dus 14. Dus aan de ene kant heb je die bescherming voor banken. En aan de andere kant, wat je ook net noemde, die immense hoeveelheid regelgeving. Dus in toenemende mate zeggen centrale banken, en dus eigenlijk indirect de politiek, wat die private partijen moeten doen. En eigenlijk wil je toch in een markteconomie dat gewoon de actoren zelf op decentraal niveau bepalen wat nodig is. En wat hun gewenst risicoprofiel is, en hoe ze dat afdekken. En natuurlijk een beetje regelgeving is zeker nodig in de financiële sector, dat er helemaal niks moet zijn. Dat is denk ik ook een illusie. Maar je ziet volgens mij steeds meer dat die toezichthouders zijn gaan acteren als een soort van schaduwmanagement. Die dus tegen die banken zeggen wat ze moeten doen. En wat je dan ook krijgt in een geval van een crisis, dan zeggen die banken, ja, we hebben precies gedaan wat de toezichthouders ons vroeg te doen. Dus wie is dan eigenlijk nog verantwoordelijk? En je ziet dus heel erg dat dat publieke en private eigenlijk heel erg vermengd is geraakt in dat bankaire stelsel. En in de markteconomie zou je toch willen hebben dat de overheid de regels bepaalt. En volgens private partijen zelf verantwoordelijkheid nemen op die markten. Ja. Ja, maar dat is toch wel heel interessant, want aan de ene kant begint eigenlijk het met gelijkheid. Hè? En mensen denken dan heel erg gauw van ja, banken die bevorderen gelijkheid dus niet. Maar tegelijkertijd zeg jij, misschien is juist wel een oplossing om heel veel van die regels af te schaffen en die banken vrijer te laten zijn. En dat komt ook voort uit de gedachte, denk ik, dat dan een bank bijvoorbeeld kan omvallen. En nu zie je dat als een bank omvalt, dat die eigenlijk gered wordt met privaat of met publiek geld. Kan je daar nog een toelichting op geven? Nee, zeker. Dus wat we hebben gezien, dus dit beschrijf ik in mijn proefschrift, dus dat in het digitale tijdperk, banken hebben hun bankgeld en hun bankaire processen gedigitaliseerd. Dus met internetbankieren boeken wij eigenlijk zelf ons geld over, ons bankgeld over. En we hoeven geen checks meer te schrijven, dus het is in die zin echt verbeterd. Dus banken hebben ook echt iets goeds gedaan door die processen digitaal te maken, hun geld digitaal te maken. Maar het grote probleem met bankgeld is dat het fragiel is, instabiel. Dus het kan eigenlijk niet zelfstandig langdurig functioneren als geld. Dus contant geld, wat je gewoon in je portemonnee hebt, hè, daar kun je geen bankrun op hebben, is gewoon jouw bezit, blijft altijd functioneren. Je kunt mismanagement hebben van de overheid, oké, dat ze veel te veel maken, dan krijg je inflatie. Maar als het gewoon normaal wordt gemanaged, dan kan het. En bij bankgeld is dus het probleem dat het een fragiele aard heeft, dat het eigenlijk alleen maar kan bestaan met die publieke vangnetten. En in het digitale tijdperk zijn we steeds afhankelijker geworden van het fragiele geld. Dus in Nederland en heel veel universiteiten, hogescholen, openbaar vervoer, restaurants, cafés kun je niet meer betalen met contant geld, maar alleen maar met digitaal geld en dus bankgeld. Hetzelfde voor alle internet aankopen overduidelijk kun je natuurlijk alleen maar betalen met bankgeld. Dus bankgeld is heel cruciaal geworden. En daarom zijn we ook zo afhankelijk van die banken. Dus als die banken dreigen om te vallen, dan moet er eigenlijk al worden ingrepen, omdat anders de essentie van een economie, of de basis, gewoon een functionerend betaalstelsel, functionerend geld onderuit gaat. En banken weten dat natuurlijk, dat ze zo'n belangrijke rol hebben in dat betaalstelsel, in het geldsysteem. En dat vraagt ook dat ze meer risico kunnen nemen dan dat ze anders zouden doen. Dus ze weten dat als ze de fouten gaan, dat het geldstelsel omvalt en dat ze daarmee gered zullen worden. En daar krijgen ze dus heel die vervlechting. En ik denk dus nu een interessante beweging die je ziet, is dat al die centrale banken werken, wat zij noemen Central Bank Digital Currency, CBDC. In mijn proefschrift noem ik het heel niet zo, noem ik het digitaal publiek geld. Dus in essentie gaat het erom dat wat banken hebben gedaan, die hebben hun bankgeld, privaat geld, afgelopen 30 jaar gedigitaliseerd. En nu gaan we ook het publieke geld langzaam updaten naar het digitale tijdperk. En daar wordt aan gewerkt. En als je dat dus hebt, ja. Sorry, eigenlijk dus digitaal cash. Ja, precies. En als je dus een digitale variant van cash hebt, dus dan is de technologie belangrijk, de wetgeving is belangrijk, de tijdsconsistente regels. Maar als je dat hebt, dan heb je eigenlijk een stabiel digitaal betaalmiddel. En dat is eigenlijk een voorwaarde om die banken te liberaliseren en te herreguleren. Dus binnen het huidige stelsel is het heel begrijpelijk wat centrale banken en de politie doen. Dus je moet bankgeld beschermen, je moet die banken beschermen, je moet ze ook reguleren om stabiel te houden. Maar zodra je een publiek digitaal alternatief hebt, is het zeer de vraag of dat nog in deze mate nodig is. Ja, dus dan kan je eigenlijk die regelgeving loslaten of minder regelgeving hebben. En betekent dat dan ook gewoon naar jouw idee dat als een bank omvalt, dat dan
jammer is? Nou ja, op termijn zou dat zo moeten zijn. Nee, zeker. Dus ik denk, dus wat de meeste mensen niet of nauwelijks beseffen is dat het geld op je bankrekening is een investering in de bank. Dus het is een verplichting aan de bank, net zoals een obligatie of aandelen. Dus banken hebben die unieke positie dat ze zich met ons geld kunnen financieren. Dat is historisch misschien best te begrijpen. Maar of dat in het digitale tijdperk dus nodig is, ik denk in toenemende mate eigenlijk ja, heel beperkt of misschien wel helemaal niet. Dat zal de toekomst uitwijzen, welk kant het dan precies op gaat. Maar je ziet dus dat het publieke geld wordt ontwikkeld. Er zijn experimenten voor, gaat op het begin natuurlijk moeizaam. Veel tegenwerking natuurlijk van allerlei partijen uit het bestaande stelsel. Ik denk dat het er uiteindelijk zal komen. En dat het ook zeg maar, de voordelen van bankgeld en cash kan combineren. Dus wat het fijne is van cash is dat het je bezit is, dat het niet kan omvallen. Wat het fijne is van bankgeld is dat het heel efficiënt is voor betaling over afstand. Dat je het heel makkelijk kan meenemen. Dus als dat geld bestaat, het functioneert goed, dan zullen we steeds meer mensen zien hoe aantrekkelijk het is. En zou het mogelijk kunnen leiden dus tot een ander stelsel. Maar betekent dat dan ook, kijk, je hebt nu natuurlijk die banken die creëren natuurlijk dat geld. Gaat dan ook dat geld scheppen van die banken in de vorm van schuld, verdwijnt dat helemaal of wordt dat minder? Nee, ik denk in ieder geval minder. Dus waarom banken nou zoveel geld kunnen scheppen is omdat ze dus zoveel toegang hebben tot zoveel garanties, subsidies, privileges van de staat. Dus als je die langzaam afbouwt, kunnen ze het misschien nog wel doen, maar op veel mindere mate. En wat dan ook hetzelfde zou moeten zijn, dus als jij een rekening bij een bank hebt, dat er risico aan verbonden is. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, in welke mate willen mensen dat risico accepteren? En als ze dat risico hebben, waarom hebben ze dan eigenlijk niet liever aandelen van banken of obligaties van banken? Want daarop krijg je vaak een hoger rendement. Dus als je dan toch risico neemt, dan toch maar een van die andere financiële producten. Ja, maar dat is wel interessant, want je zegt dus eigenlijk als je je geld op een bankrekening hebt, eigenlijk leen je je geld een soort van uit aan de bank. Maar tegelijkertijd, dat spaargeld, als je dat vergelijkt met het geld wat gecreëerd wordt, dat is natuurlijk maar miniem. Hè? Dat is dus eigenlijk, misschien gaan we dan te diep erop in, maar dat is dat fractioneel bankieren. En vroeger was het zo, je bracht het geld naar de bank en dat was wat er bij de bank was. En dat konden ze dan eventueel uitlenen. En dan liep je daar een risico op. Nu is het eigenlijk zo, ja, ze lenen het misschien wel uit, maar voornamelijk zijn de leningen die ze verstrekken, zijn dus gewoon gecreëerd nieuw geld. Ja. Nee, het is zelfs helemaal nieuw geld. Dus die wederzijds schuldervaring, de essentie is ervan, dat je aan de balans aan twee kanten verhoogt met hetzelfde bedrag. Dus dat je en 3 ton voor een hypotheek bijschrijft en 3 ton op rekening om de betaling mee te doen. En wat de betekenis fractioneel is, dat is inderdaad maar een fractie van de deposito's of de rekeningen die ze op hun balans hebben staan, dekken met liquide middelen. Dus met cash, centrale bankreserves en misschien nog staatsobligaties. Maar een fractie van al het geld is gedekt door liquide middelen. Het meeste is gedekt door langlopende leningen, die dus moeilijk verhandelbaar zijn. Dus als iedereen zijn geld komt ophalen, dan moeten ze die lening gaan verkopen, krijgen ze een lagere prijs van, dan kan het dus niet. En op zich, je kunt zeggen, ik denk als je naar de geschiedenis van geld kijkt, dat banken ook echt iets goeds hebben gedaan. Dus toen de geldhoeveelheid alleen maar uit goud en zilver, we zitten bij Holland Gold bestond, was de geldhoeveelheid dus inelastisch. Dus je had een soort van vaste geldhoeveelheid. Had je meer geld nodig, moest je toch nieuwe edelmetalen gaan vinden ergens op de wereld. Dan kon je meer geld slaan. En wat banken hebben gedaan, die hebben inderdaad gezegd, nou ja, breng die munten naar ons toe. En dan gaan we dus geld erbovenop creëren. We gaan claims op dat goud en zilver creëren. Dat is op zich denk ik heel goed geweest om verschillende redenen. Nou, dus het eerste is dat je die geldhoeveelheid kunt uitbreiden. Het tweede is wat ik net ook uitlegde. Kijk, die bankiers, die koningen uit het verleden, die spendeerden gewoon die munten in omloop. Om oorlog te voeren of om viaducten te bouwen, maar om iets te realiseren. Wat die bankiers gingen doen, die gingen natuurlijk kijken, degene die geld wil lenen, zit daar business in. Dus ze gingen de kredietwaardigheid inschotten. En dat heeft natuurlijk zeker op het begin van de industriële revolutie, van kapitalistische ontwikkeling, het is heel fundamenteel dat je gewoon bedrijfsplannen gaat beoordelen op winstgevendheid en of er is uitgekomen. Dus dat is denk ik helemaal goed geweest. En wat ik net ook al noem, die betaling over afstand. Dus als je alleen maar fysieke munten hebt, is betaling over afstand moeilijk. Maar als je ook betalingen in de boeken van bank kunt verrekenen, ja, dat heeft voordelen. Dus in die tijd, dan zeg ik drie eeuwen geleden, was dat heel begrijpelijk. Maar in de digitale tijdperk, we hebben die goudstandaard dus niet meer. Dus die is helemaal losgelaten, die geldhoeveelheid. We kunnen dus ook nieuwe vormen van geld introduceren.
En we zien in toenemende mate dat banken dus eigenlijk geen geld creëren voor productieve economische activiteiten, maar steeds meer voor hypotheken, financiële markten. Dus ook dat die allocatie eigenlijk steeds minder goed gaat. Dus er zijn denk ik echt best wel veel redenen om het huidige stelsel te heroverwegen. Omdat we dus ook met digitale technologieën andere opties hebben. Zie je dan ook, want we waren hier in gesprek met Lex Hoogduin. Zie je dan ook dat er gewoon een soort max op de hoeveelheid geldhoeveelheid gezet moet worden? Of dat je zegt een maximale increase zeg maar per jaar? Nou ja, ik denk dat het goed zou zijn. Dus dat je de publieke geldhoeveelheid, dat je daar inderdaad zegt, die groeit elk jaar max tussen de 0,5% of 0,2%. Dus dat je dat inderdaad heel erg begrenst. Want zoals nu allemaal ervaren, als er echt veel inflatie is, dat is gewoon schadelijk voor iedereen. Hè? Dus gewoon stabiel geld, stabiele koopkracht, dat is echt een groot goed. Dat is het publieke geld. En ik denk dus dat daarnaast moeten mensen wel de vrijheid hebben om private vormen van liquiditeit te creëren. En of het nou bitcoins zijn, of ING-tokens, of aandelen ABN, of aandelen Philips, of obligaties van een of ander groenfonds, of goud getokeniseerd. Ik denk dat mensen die vrijheid moeten hebben, dat het ook heel belangrijk is om dat publieke geld in bedwang te houden. Dus als daar veel te veel in wordt gecreëerd, dan kunnen mensen overstappen. En daardoor zullen ze toch zeggen, ja, we moeten echt zorgen dat die publieke geldhoeveelheid stabiel of in ieder geval heel, heel langzaam groeit. Dus ik denk dat, dat het een goed idee is om dat, daar inderdaad een rem op te zetten. Ja. Ja, dus dan heb je eigenlijk het publieke geld. Dat zijn dan de euro's. En dan, je kan wel, de banken kunnen dan ook nog wel euro's creëren middels die leningen. Maar ze zullen daar veel voorzichtiger mee zijn, omdat als het eenmaal fout gaat, ze niet gered worden. En waardoor je daar dus ook een soort rem hebt op het uitlenen van geld. In ieder geval een rem op uitlenen van geld voor zaken die niet productief zijn. Zeker. Nee, dus daar zou je eisen aan kunnen leggen. En ik denk dat de moeilijkste vraag is, dus wat de truc van bankieren is, is dat zij hun bankgeld altijd één op één omwisselen in het publiek geld, het cashgeld. Dus die één op één inwisselbaarheid, daarom denken mensen ook dat het hetzelfde is. Dat bankgeld, geld op je rekening hetzelfde is als jij het contante geld in je portemonnee, maar het is dus uitgegeven door twee verschillende instellingen. Dus door een private bank of door de publieke bank, de centrale bank. Maar die één op één inwisselbaarheid is eigenlijk een manier om de geldhoeveelheid te vergroten. Weet je, we denken dat hetzelfde is, maar het is net iets anders. En elke keer, het gaat fout als mensen het allemaal tegelijk gaan omwisselen. Dus als we allemaal af en toe gaan pinnen, dan kan het. Maar als we allemaal op hetzelfde moment gaan pinnen, dan stort het stelsel in. En de vraag is dus of je niet moet zeggen, nou, ING mag best eigen tokens uitgeven, maar er zit een wisselkoers in. Dus je kunt het altijd omwisselen tegen de publieke euro's, maar er zitten wel bepaalde condities aan. We proberen één op één, maar als er te veel mensen tegelijk zijn, dan zullen we toch moeten gaan zeggen dat het nog maar 99 cent is, of 98 cent, als je er één wil omwisselen. En dus die marktwerking, en eigenlijk zien we dat, dat is interessant van die cryptomunten, daar zien we dus die marktwerking. Dus al het gewoon fluctueert. Dus je kunt ook geen bankrun hebben op een crypto. Ja, je kunt wel dat het naar beneden gaat, of je kunt met z'n allen bitcoins gaan verkopen. Dat is gewoon een sell-off, dan daalt de prijs en dan kunnen anderen instappen. En dat zou je dan dus ook met de ING-tokens eigenlijk verwachten, dat ze ook verhandelbaar zijn. Dus we willen allemaal van onze ING-token af, en dan verkopen die op markt, daalt de prijs en ik verkoop, en op een gegeven moment denk erop, nou zo lag, nu stap ik weer in. Ja. En dan heb je dus eigenlijk veel meer een marktmechanisme wat die prijs bepaalt. Dus er wordt gewoon gekeken naar wat zijn nou die activa van die banken, wat is het waard. En in het geval van dus die bankruns, die panics, dat is heel kenmerkend voor het huidige geldstelsel. Dat is alleen maar zo ontstaan met bankieren, daarvoor bestonden ze ook niet. Dus bankieren en dit soort panics, die horen bij elkaar. Ja, dat zal je altijd blijven houden natuurlijk. Ja, tenzij je dus gewoon een hele conservatieve bank hebt, die gewoon alleen maar uitleent wat ze hebben, en niet iets gaat creëren vanuit het niets. Maar goed. Nou ja, de vraag is, ze mogen wel vormen van liquiditeit creëren, maar zijn die vormen van liquiditeit direct opeisbaar? Of zijn ze verhandelbare markten? En er zijn sinds de financiële crisis verschillende voorstellen gedaan die dus hebben gezegd, ja, banken zouden ze dus eigenlijk moeten financieren volledig met verhandelbare effecten. Eigenlijk is dat gewoon niet dat je kapitaalratio naar 100% moet, als het alleen maar eigen vermogen is. Als obligaties zijn, is het net iets anders. En ik denk dus wel dat, dus nu zijn de hele tijd toezichthouders ermee bezig om die kapitaalratio's te verhogen. Maar als je dat publieke alternatief hebt, dan zul je veel meer zien, in die vangnetten zijn weg, dat marktpartijen gaan zeggen, nou, ik wil best bij jou een deposito aanhouden.
Maar dan moet je wel een eigen vermogen van 30% hebben. En ook voor dit project hadden we een, voor het waterwerkproject hadden we een gesprek ook met een Amerikaanse econoom, White. En die vertelde ook het verhaal dat voor het depositogarantiestelsel in de Verenigde Staten, dus in de jaren 30 geïmplementeerd, adverteerden banken met 30% eigen vermogen. Investeren ons of houden onze rekening aan. En dat was een motief voor mensen of een reden voor mensen om daar rekening aan te houden. Maar sinds het depositogarantiestelsel, alle banken, alle deposito's worden tot een bepaald bedrag gedekt. En daarom stelt niemand die vraag meer. Ja. Dus je ziet dat door die vangnet is eigenlijk het marktmechanisme uit het stelsel gehaald. Ja, maar dan was het natuurlijk ook bij zo'n bank die dan heel veel eigen vermogen aanhield. Dan kreeg je waarschijnlijk een lagere rente. Omdat je niet zo'n groot risico liep. Ja, precies. En dat is eigenlijk hoe ik het voor me zie, hoe het zou moeten zijn. We hebben het dan over dat nieuwe publieke geld, hè? Nou, ik weet dat wij kijkers hebben die, je noemt het bewust publiek geld. Die CBDC, hè, dat heeft eigenlijk bij veel mensen ook een hele negatieve connotatie. Omdat mensen toch bepaalde angsten hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een programmeerbaarheid. Kijk, want ik vind cash heel erg fijn. En het fijnste van cash is dat ik ergens naartoe ga en dat ik anoniem met dat geld kan betalen. En dat dat niet te traceren is en dat niemand weet dat ik dat heb uitgegeven. Want het is niet eens dat je iets te verbergen hebt, maar in principe gaat natuurlijk niemand iets aan, zou je zeggen. Zeker. Hoe zie je dat? Nou ja, dus hier is dus de vraag, het hangt er dus vanaf hoe het wordt ingericht. En of het uiteindelijk ook gewoon echt goed werkt. Hè? Dus ik denk inderdaad dat mensen hebben gewoon recht op privacybetalingen. We kunnen met elkaar afspreken dat het tot een bepaald bedrag is. En dan kunnen politie over debatteren of dat 100 of 1000 euro moet zijn of 10.000 euro. En dan is de vraag, kunnen we dat inrichten? En dan gaat het dus enerzijds over wetgeving. Kunnen die wet implementeren? Sorry. Kunnen we die wetten implementeren omdat tijdsconsistent dat mensen het ook blijven vertrouwen? Dat is fundamenteel. Kunnen we ook de technologie hebben? Dus er zijn best wel een aantal onderzoekers zijn ermee bezig of we dit technologisch kunnen inrichten. En ik denk dat, dus dat zijn er twee. En dan uiteindelijk is het ook de institutionele inrichting. Dus dat de centrale banken nu dit zijn gaan ontwikkelen. Dus de Central Bank Digital Currencies. En dat is op zich denk ik best inderdaad twijfelachtig of zij de juiste partij zijn om dit op te zetten, om dit te ontwikkelen. En ik denk, er zijn ook wel een aantal voorstellen ontwikkeld voor een vierde macht, dus een publieke monetaire autoriteit. Net zoals de rechterlijke macht over de rechtspraak gaat, zou de publieke monetaire autoriteit over het geld gaan. En die zou dan simpelweg voor ons allemaal een rekening bijhouden waarop onze digitale liquiditeit staat, onze publieke digitale liquiditeit. Die is dus ook niet van de overheid, die staat los van de politiek. Dus als de politiek daar inzage wil, zijn ze met de rechtspraak. Ja, dat is een onafhankelijk instituut. Zij doen het namens ons allemaal, dus niet namens de politiek. En ik denk dat het makkelijkste is voor te stellen, vind ik zelf, is het kadaster voor vastgoed. Dus het kadaster is een publiek iets. Het registreert privaat eigendom. Nou ja, het is op zich heel goed dat privaat eigendom door een publiek instituut wordt erkend, wordt vastgelegd. En simpelweg, als ik mijn huis aan jou verkoop, dat is het ook overschrijven wat niet meer van mij is, maar van jou is. En zo zou ik het idealiter ook zien voor het publiek digitale geld. Dat het gewoon een register is, met name en niet negatieve getallen, bij een onafhankelijke macht, dus niet bij de politiek. Dus die staat los. En die houdt simpelweg bij wat ons bezit is van publieke digitale liquiditeit. En dat lijkt mij op zich een groot goed in het digitale tijdperk. Dat ik gewoon als Nederlander of als Europeaan, dat ik altijd toegang heb, kan hebben tot publieke digitale liquiditeit. Maakt niet uit waar ik over de wereld ben. En dat ik ook weet dat het wordt beschermd door wet en regels. Dan heb je daar dus een rekening. En daar krijg je dan denk ik geen rente op, geen rendement. Lijkt mij. Nou ja, dus in heel veel voorstellen over voor CBDC wordt er wel rente gegeven. Maar ik zou het zelf inderdaad net zo zien als contant geld. Gewoon met die portemonnee zit, daar krijg je ook geen rente op. Dus ik ben het met je eens dat ik zou er idealiter ook geen rente op zien. Omdat het gewoon geld is. Er zit geen investering achter, het is gewoon geldbezit. Het is geld, het ligt daar veilig. Nou, het zal de hardcore cash persoon zou zeggen, ja, nou dan wil ik het eigenlijk niet eens op mijn naam hebben. Maar dat er misschien wel, net zoals met als ik cash thuis heb liggen, is dat ook van mij. Dus dan zou je nog zo kunnen gaan dat je, ik weet niet, dat het met een code werkt of zo. Want in principe, er zijn
die privacy is dan niet gewaarborgd als daar mensen werken en die kunnen zien van hey, Martijn die heeft zoveel hier liggen en Robert heeft zoveel liggen. Nou ja, dus de vraag is, het zou misschien met een decentraal netwerk kunnen. Maar dan zit je dus echt heel erg in de technische implementatie op welke manier dat kan. En daar wordt dus nu wel veel onderzoek naar gedaan. Alleen nog onduidelijk wat eruit gaat komen. En dus zeg maar conceptueel lijkt het mogelijk. En dan is de vraag, kunnen mensen het ook echt bouwen? En als ze het gebouwd hebben, blijven mensen dan ook vertrouwen en werkt het ook zoals we hebben gezegd dat het is? En dus zelf vind ik het heel opvallend in het debat. Dus banken hebben langzaam maar zeker hun betaaldiensten hun geld gedigitaliseerd. Toen hebben we nooit over privacy gediscussieerd. Ja, een heel klein beetje. Maar banken, dus vroeger kregen ze al die overschrijving op papier. Dat was dus heel moeilijk te analyseren. Nu staat alles in de computers bij die banken. Die banken kennen al die betalingen. Die moeten het ook monitoren. En het gebeurt dus al. Dus die privacy die ligt al bij een private partij die namens de overheid daar ook nog naar gaat kijken. En hoe het dan idealiter moet worden ingericht. Dus ik denk dat het heel goed is dat het debat nu wordt gevoerd. Wat willen we er eigenlijk mee? Wat zou wel en niet zichtbaar moeten zijn? Voor wie ook. En dan ook dus kijken naar de technologische mogelijkheden. En ik denk dus dat daar het definitieve antwoord is er nog helemaal niet. Maar daar wordt nu aan gewerkt, hoe dit ingericht moet worden. Ja, ja in theorie heb je eigenlijk niet eens zo'n instelling nodig. Hè, wat je zegt, want je ziet nu bijvoorbeeld bij Bitcoin. Ja, er is helemaal geen instelling. Je hebt wel een Bitcoin-adres, maar je kan dat uiteindelijk, als je het ooit te gelden wil maken naar euro's, dan moet dat vaak via een exchange en dan, dan is dat allemaal met naam en toenaam. Maar in principe heb je gewoon een adres, dat is gewoon een soort nummer. Ja. En daar staan dan gewoon je Bitcoins op. Dus ja. Ik denk dat de technologie het al mogelijk maakt. Ja, en natuurlijk wel het probleem met Bitcoin is als je het kwijtraakt, dat het dan weg is. En hier zou dus natuurlijk wel, als het een publieke dienst zou natuurlijk wel vrij zijn dat jij het eigendomscertificaat van je huis kwijt bent, dat toch wel ergens geregistreerd is dat het huis inderdaad van jou was. Ja. Dus daar zitten ook voordelen aan. Dus ik denk dat die voor- en nadelen tegen elkaar afwegen, daar is goed naar kijken hoe dat zou kunnen worden ingericht. Het is gaande, zeg maar. Dit proces is gaande. Ja. Hey, voordat we verder gaan, ook nog heel even terug voor mijn beeldvorming. Ik denk ook voor een hoop van de kijkers. Hoe wordt dat geld dan... Kijk, nu wordt het geld dus door de banken gecreëerd, hè, 90%. Hoe wordt dat geld dan gecreëerd als we dat publieke geld gaan krijgen? Nou, in de huidige voorstellen voor de central bank digital currency is het eigenlijk net zoals dat je dat cashgeld in omloop komt. Dus net zoals je gaat pinnen en je gaat digitaal pinnen. En dat heet in de economische literatuur substitutie. Dus je wisselt de ene geldvorm in bankdeposito's voor een publieke vorm van geld. En nu contant geld, dan zou het de digitale euro zijn of central bank digital currency. Maar dat is dus eigenlijk heel reactief. Dus pas als er vraag is. Dus als mensen het willen, wordt het omgewisseld. En dan zijn er natuurlijk ver weg scenario's waar je gaat zeggen, nou ja, de overheid of een instituut namens de overheid gaat die publieke geld hoeveelheid actief managen. En in de klassieke voorstellen voor full reserve banking, dus in de jaren 30 in de VS discussieerd, komt het geld dan in omloop via overheidsbestedingen. Maar zelf denk ik eigenlijk ook wat het digitale tijdperk mogelijk maakt, wat veel, veel effectiever is en eigenlijk ook veel egalitairer. Dus als we meer geld nodig hebben, dan plussen we gewoon bij iedereen de rekening met hetzelfde bedrag. Dus iedereen die in de munteenheid woont, krijgt dan allemaal één erbij. Hebben we op het allerlaagste niveau, het meest decentrale niveau, komt het geld in omloop en kan het worden uitgegeven. Maar kijk, je zegt net, het is soms, volgens mij zit je in de stroming dat je zegt van die geldhoeveelheid die moet af en toe gewoon toenemen, want dat is goed. Ja. Maar dan wil je toch ook dat die geldhoeveelheid toeneemt juist bij productiviteit. En als je dan aan iedereen gaat uitdelen, ja. Nou ja, dat is een goed punt. Dus hier ben ik nu zelf over nadenken of ook een beetje over aan het schrijven. Dus je zou ook kunnen zeggen, we geven iedereen één en laten die één investeren. Dus bijvoorbeeld als je naar Europa kijkt, we willen allemaal kapitaalmarkt, we willen kapitaalmarktunie, dus we willen veel meer niet-bankaire financiering eigenlijk. Dus of het is 10 en we laten iedereen die 10 investeren. Dan komt het dus bij productieve bedrijven terecht. We zouden ook allemaal nieuwe bedrijven kunnen kiezen. Nou, die bedrijven halen geld op, die kunnen hun activiteit gaan uitvoeren en uiteindelijk krijgen dan dus ook veel meer mensen die bezitten financiële activa. Dus je begint ook te begrijpen hoe die markten werken. Die hebben bezittende bedrijven. Dus dat zou in die zin ook, als je naar die kaart kijkt, hè, dus ook voor dat aandeelhouderskapitalisme, dat je gewoon veel meer aandeelhouders krijgt. Of dat ook werknemersaandelen hebben. Dus in de economische theorie, of heel veel economisch onderzoek, zoals ik zelf, die zijn nu dit soort voorstellen aan het ontwikkelen, hierover aan discussiëren, over aan nadenken.
En dan is uiteraard de vraag of het enkel een bedenksel blijft dat het ooit in de praktijk gaat komen. Ja, dat is waar het staat. Ja. Oké, ja, interessant. Ja, ik ga er meteen weer nadenken van, dan ben je dus weer verplicht om dat te investeren. En dan wordt dat weer gecontroleerd wat jij dus met dat geld gaat doen. Maar goed. Ja, wat is dan is de vraag ook, wat is het alternatief? Hè? Dus dit is precies waar het nu, alles heeft voor- en nadelen. Ja, wat zijn de alternatieven? Ja, wat zijn ze? Nou ja, dus als je nou voorstellen voor, zeg maar, het omloop brengen van publiek geld krijgt. Dan heb je dus die overheidsbestedingen. Is dat helikoptergeld, de burgerdividend wat ik net noemde. En een derde die ook wel toch een aantal economen, juristen hebben voorgesteld. Is dat je een soort van credit auctions hebt. Dus dat je het recht op geldcreatie eigenlijk gaat verkopen aan private partijen. Dus de overheid zegt, dit jaar moet er een miljard extra worden in omloop komen. Nou ja, wie wil dat doen? Wie wil dat in omloop investeren? Nou, dan kunnen verschillende partijen bieden. En aan de hoogste bieder geven dit recht. Dat zou ook kunnen. Ja. Ja, interessant. Zie jij nog, even misschien off topic, maar natuurlijk als goudboer. Hoe zie jij de rol van goud hierin? Nou, ik denk dus sowieso dat private vormen van liquiditeit of private assets, dat die dus ook echt essentieel zijn om dat publieke geld in toon te houden. Dus als er veel inflatie is, wat je nu al ziet, dus als er veel inflatie is, dan gaan mensen naar alternatieven. Dus die alternatieven die moeten er zijn. En ik denk dat goud is natuurlijk van origine een van die alternatieven. Dus in die zin denk ik dat voor goud nog een lange rol weggelegd zal zijn. Ja. Ja, ik vind het hele interessante ideeën. Als we het nou even concreet maken, bijvoorbeeld in de Nederlandse politiek, hoe zie jij dat voor je? Heb je al het gevoel dat daar naar je geluisterd wordt, ten eerste? Nou, een van de moeilijke dingen van de Nederlandse politiek is dat de Nederlandse politiek eigenlijk helemaal niet over de inrichting van het geldstelsel gaat. Dus dat eigenlijk alle wetten en regels die zijn Europees of die komen van de Bank of International Settlements of die komen uit internationale afspraken. Het fiscale gedeelte is anders, maar vooral als je naar de andere gedeeltes van de kaart kijkt, dat is gewoon een internationaal vraagstuk. En ik denk wel, dus ik ben zelf, ik denk dat ik het eerste artikel over de digitale munt van de overheid een jaar of 8, 9 geleden schreef. Kijk, toen stond je helemaal aan de zijkant van het debat. Toen begon ik ook met mijn promotieonderzoek in 2014. Toen had ik al heel erg ideeën van de digitalisering en ook de digitalisering van publiek geld. Ja, lijkt mij logisch. Mijn promotoren of mensen dachten, ja, dit gaat nooit gebeuren. Of dit gaat decennia. En nu zie je dus wel dat alle centrale banken, alle politici die in ieder geval in de financiële commissie zitten, weten wat dat publiek digitale geld is. En nu vind ik dus zelf die debatten vrij nauw. Hè? Dus die doelstellingen zijn verengd. Dus een van de kritieken op die digitale euro die ik zelf al vaak heb geuit is. Dus als je kijkt naar al die voorstellen, dus net heb ik vrij grote problemen genoemd, vrij grote oplossingen. Dus effectieve monetair beleid, het voorkomen van de financiële systeemcrisis, liberaliseren van banken. Maar als je kijkt naar al die stukken over CBDC van centrale banken, dan komen dit soort motieven er nauwelijks in voor. Dus ze hebben iets over financiële inclusie in Europa, iets over het naar Europa halen van betalingen. Nou ja, dat zijn de belangrijkste motieven voor de centrale banken. En ze hebben dus die motieven eigenlijk kleiner gemaakt, die doelstellingen. En daarmee krijgen dus de kritiek van allerlei mensen. Nou ja, waarom hebben we dit eigenlijk nodig? Welk probleem lost dit op? En ik denk dat die kritiek dus ook terecht is. Dus als je het heel klein maakt, dan is de vraag of het wel zin heeft. Dus daar hebben denk ik bankiers zitten zeggen, die hebben gewoon een goed punt van, ja, het is zo klein gemaakt dat het eigenlijk nauwelijks meer een probleem oplost. Ja. En dan kun je nog steeds zeggen dat er misschien best een ideeënrevolutie gaande is. Dus dat ook bij centrale banken, bij denktanks in de economische wetenschap, dus dat steeds meer mensen over dit gedeelte van het geldstelsel aan nadenken zijn en aan het kijken zijn hoe dit anders kan. Dus in die zin is er heel veel gaande en dan is de vraag, hoe wordt het gematerialiseerd? En wanneer komt het in de praktijk? Dus kan je stellen dat eigenlijk in het voorstel of het idee wat jullie hebben, dat eigenlijk vooral een nadeel heeft in eerste instantie voor de banken natuurlijk? Dat die de grootste tegenstanders zullen zijn? Ja, kijk, je kunt het hangt denk ik vanaf wat voor soort bank je bent. En ook bij banken, je ziet dus wel dat sommige banken zijn veel welwillender om erover te spreken dan andere banken. Dus dat is interessant natuurlijk. En ik denk dus, kijk, het voordeel van banken kan toch ook zijn, dus als ze
enerzijds een publiek alternatief hebben, anderzijds minder vangnetten, maar ook heel veel minder regulering, dat ze eigenlijk een ander soort rol in de maatschappij kunnen gaan vullen. En ik denk dat ook, kijk, bankiers, er zijn al zoveel onderzoeken weer de afgelopen 5 jaar geweest, dat banken blijven gewoon instituten die eigenlijk niet vertrouwd worden door heel veel mensen. Dus in de kern van onze markteconomie hebben we instituten die zo zijn gegroeid dat heel veel mensen toch zeggen, ik vertrouw ze niet helemaal, dat het ook voor bankiers misschien wel onwenselijk is. En als jij gewoon goed bent, dus de kern van bankieren is denk ik toch het beoordelen van investeringen. En dat kan, daarvoor hoef je niet met zeg maar bankdeposito's te financieren. Dus je kunt je gewoon op een andere manier financieren. En als jij gewoon zeg maar geaard bent in de maatschappij, dan krijg je denk ik ook die financiering. En het zijn denk ik juist een aantal van die hele grote banken die vrij zijn losgezogen van de maatschappij, die nadelen zullen ondervinden. Maar ik denk juist dat voor kleinere banken dat juist een kans zou zijn. Ja. Ja. Dus het hangt er denk ik heel erg vanaf. Ja, het is nu natuurlijk voor die kleine banken, je ziet het aan Bunk, hoe moeilijk het is om toe te treden tot de markt. Door zeker. Al die regelgeving. Nee, zeker. Nee, je ziet gewoon dat er zijn zulke hoge toetredingsbarrières. Dat het gewoon heel moeilijk is om hier tussen te komen. En in die zin is het dus echt sprake van een oligopolie. Dus de bestaande partijen blijven zitten. Nieuwe toetreders hebben heel veel moeite om toe te treden. Dus je krijgt dan nauwelijks een vergunning. En ik heb ook wel wat onderzoek gedaan naar waarom die fintech-revolutie niet heeft plaatsgevonden of nooit heeft plaatsgevonden. Ja, en één van de redenen is ook dat gewoon als je succesvol bent, word je gewoon opgekocht door een grote bank. Ja. Dus dat is gewoon, ze hebben gewoon de middelen om een concurrent of alternatief de hele tijd op te kopen. Dus ja, dan heb je een succesvolle fintech. Je biedt de eigenaren biedt je allemaal 10 of 50 miljoen. Nee, dan zeggen heel veel mensen, oké, prima, hier heb je mijn bedrijf en de groeten ermee. Dus je ziet dat het betere alternatieven zijn dus heel moeilijk. Dus die banken die doen alles op één balans, zijn heel erg gedekt door de staat, heel erg gereguleerd. Maar we zouden best alternatief kunnen ontwikkelen. Maar die hebben dus heel veel moeite om een plek te vinden binnen het huidige stelsel. We zitten inmiddels op 3 kwartier. Heb jij zelf nog iets waarvan je denkt van, hey, dit moeten we nog even bespreken, waar we nog niet aan toegekomen zijn? Nee, ik denk dat we al een hele hoop hebben besproken de afgelopen 3 kwartier. Ja, ja. Hoe gaat het nu verder voor jullie? Want jullie hebben eigenlijk een tentoonstelling, hè, in een museum. Zeker, we hebben op verschillende plekken hebben dus tentoonstelling gehad. Er zijn 2 musea op de Biennale in Venetië, maar de panelen, dus we hebben die grote kaart, die kaart hebben we ook groot laten afdrukken op panelen. Die hebben gestaan bij Rabobank, bij Triodos, bij Deloitte op de Haagse Hogeschool, bij het ministerie van Financiën. En die is ook op een aantal festivals ook, dus ook een Springtime Festival op Lowlands. En wat we dus daar hebben gedaan is dus ook workshops geven, lezingen met mensen in gesprek over het geldstelsel. En we hebben dus die 3 toekomstscenario's ontwikkeld. 2 animaties, die zijn te zien op de website van Follow the Money, Waterwerk en waterworksofmoney.com. We zullen de links misschien om dit gesprek zetten. En wat we hierna willen gaan doen is de internationale dimensie van het geldstelsel in kaart brengen. Dus wat we eigenlijk vrij plain hebben gedaan, dit is gewoon het geldstelsel met de centrale bank, commerciële bank, de financiële markten, toren van de maatschappij, belastingdienst, maar natuurlijk ook tussen die landen zit een dynamiek. En die zit nog niet zozeer in deze kaart. En die willen we eigenlijk wel gaan doen. En dan gaat het bijvoorbeeld om die dominantie van die dollar. Hoe andere landen last van hebben. Of proberen onderuit te komen. Dus dat willen we eigenlijk vanaf begin volgend jaar gaan ontwikkelen. En daar ook weer enkele tekeningen en animaties bij maken. Ja, want nu kom ik toch nog even op iets nieuws. Want je hebt het nu over andere landen. Hè? En je zegt eigenlijk als je het in Nederland wil veranderen, dan begint het allemaal bij de euro. Denk je dat het mogelijk is dat er een land komt die een soort voorloper wordt? Hè? Je ziet bij Bitcoin natuurlijk dat El Salvador dat helemaal omarmd heeft. Nou, of dat nou echt heel goed gaat, dat weet ik niet. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar stel nou dat je een land hebt, nou, dus die niet in een muntunie zit. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik noem wat, een Brazilië. Of, ik ben altijd fan van Zuid-Afrika. Van Zuid-Afrika, die zeg maar voorloper is en zegt, wij gaan het eens helemaal fundamenteel anders doen. En dat een enorm succes kan worden en dat andere landen gaan volgen. Of is het zo van, kijk, als wij heel netjes met ons geld omgaan en de rest van de wereld doet het niet, dan kan dat gewoon niet, omdat de rest van de wereld het ook niet doet. Zeg maar dat, ja. Nou ja, ik denk, het is ook moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te geven. Maar ik denk wel dat tussen wij, maar ook Amerika, die hebben natuurlijk heel goed ontwikkelde monetair financiële systemen.
Dus die banken zijn oud, zwaar gerelateerd, grote centrale banken. En natuurlijk in heel veel andere landen, zeker als je naar Afrika gaat of Zuid-Amerika, hebben ze gewoon niet zo'n bankenherstelsel. En zijn banken eigenlijk ook helemaal niet geïnteresseerd om arme mensen een lening te gaan geven, te gaan helpen. Dus daar is denk ik de casus voor zo'n publieke digitale munt veel groter. En financiële inclusie, wat ook hier wordt genoemd, is daar echt een valide argument. Dus daar hebben heel veel mensen hebben simpelweg geen toegang tot digitaal betaalverkeer. Dat is in Nederland of in Europa een veel minder groot probleem. Maar daar is wel vaak het probleem dat daar worden natuurlijk de autoriteiten worden heel weinig vertrouwd. Ja. Dus wij hebben nog de centrale banken, commerciële banken worden niet heel erg vertrouwd. Maar vaak in Afrika of in Zuid-Amerika worden de publieke instituten nog veel minder vertrouwd. Dat is daar wel de moeilijkheid om zo'n munt natuurlijk succesvol te maken. Maar ik denk zelf dus vooral dat mogelijk de gele politieke dimensie wel eens de doorbraak zou kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld als China een digitale munt ontwikkelt, dus een digitale Chinese munt. Chinezen krijgen toegang tot het platform, maar ze gaan ook mensen in andere landen toegang geven. En ook bijvoorbeeld Afrikanen die werken aan een Chinees project uitbetalen een digitale yuan. Die krijgen dan gewoon een rekening van de Chinese overheid, krijgen daar hun geld op en moeten dan maar zien wat ze ermee gaan doen. En dan krijg je natuurlijk een heel andere dynamiek, want dan krijg je dus eigenlijk ga je zeggen, nou, dus we hebben die publieke digitale liquiditeit. We gaan niet alleen mensen binnen onze landsgrenzen, maar ook buiten gaan we toegang geven. Nou, dat kan fout gaan, dat kan goed gaan. Maar dan zullen op een gegeven moment zullen er toch mensen zijn. Nou, ik heb toch best graag wat digitale liquiditeit in Zwitserland of in Zweden. Of in Zuid-Afrika, kan ook. Maar dan zou je dus wel eens een hele andere dynamiek kunnen krijgen. Dus als het veel meer tussen die landen gaat gebeuren. Of als andere landen ja, over de grenzen gaan. En zeker China zijn natuurlijk heel veel landen die gewoon baat hebben om die dollar uit te komen. Dus als die elkaar betalingen gaan doen in de publieke digitale munt. Zou het wel eens heel rap kunnen gaan. Ja. En waardoor wij in het Westen misschien ook moeten gaan bewegen. Nee, zeker. Je ziet toch gewoon dat Europe, de old continent, wij zijn gewoon heel behouden. We vinden alles is het risico voor de bestaande systemen, voor de bestaande instituten. Dus het belangrijkste argument tegen hervorming is dat er een risico in zit. Dat er een transitierisico in zit. En heel veel andere landen hebben gewoon niet zulke ontwikkelde systemen, waardoor ze eigenlijk kunnen leapfrokken. Ze kunnen er overheen springen. Ze kunnen meteen met iets anders beginnen. Ik wil ook niet zeggen dat het meteen succesvol is, maar er zou best op termijn kunnen zijn dat zij toch een veel efficiënter systeem opbouwen. Ja. Ja. Ja, interessant. Ik denk dat dat wel een mooi einde is, Martijn. Nou, mooi. Mooie toekomstperspectief. Wellicht dat we in de toekomst weer ook terug hebben en kijken of er wat meer veranderd is. Leuk, kijk er naar uit. Dank. Nou, ik wil je bedanken en tot snel. Tot snel. Hoi.